ABOP-topper Ruben Ravenberg vindt de kritiek op zijn partijvoorzitter, tevens vicepresident Ronnie Brunswijk, betreffende uitspraken gedaan op een politieke bijeenkomst in Kommerwijnen, zwaar overtrokken. Ik heb 10 keren naar het beeldmateriaal gekeken en geluisterd. Ik heb geen ene keer kunnen waarnemen dat de voorzitter bedreigingen heeft geuit aan iemands adres. Indien dat het geval was, was ik de eerste geweest die hem daarop had gewezen. Aldus Ravenberg. Volgens hem zoekt men spijkers op laagwater. Onlangs hebben de politieke partijen A20, DOE, PALU, HVB en APS hun bezorgdheid geuit over de uitspraken van de VP. Ze vinden die anationaal en in strijd met de grondwet. Ravenberg zegt het volgende. Dat wil eerlijk zijn, bepaalde partijen die daar reageren. Ze kunnen niet eens een honderdste van een RR-zetel behalen. En dan hadden we naar de eerste van zo'n jump en Ligeria en al die dingen. Laten ze gaan werken dat ze een partijideologie hebben. Die mensen kunnen aantrekken dat ze iets kunnen betekenen. Want bepaalde van die partijen hebben al die jaren paardje gereden met andere politieke partijen. Die mensen doorheen en al die dingen, zie je die waar ze zijn. Ik bedoel, anderen zelf een partijcentrum is die verworden tot een entertainmentcentrum en al die dingen. Ik zeg, wij maken ons niet druk daarmee. Kijk, wanneer hij iets heeft gedaan, die echt niet door de buurt zou gaan weten, maar dat voor je normaal, if I had erop. Maar wat hij daar heeft gezegd op het politiek podium, en dat heeft ons, dat praat ik niet als maar ongehinderd. Want de heer Richard Kalu heeft een hele interview gegeven waar hij de hele deel van de bevolking in de Maro-gemeenschap met de grond gelijk heeft gemaakt. Wat een gevaar is voor nazivorming. Dezezelfde partij hebben nooit één woord erover gerept. Alleen de heer Boldewijn, August Boldewijn, heeft het afgekeurd. Waar waren ze? Maar schijnt het me gewoon ze te loeren op Ronnie Brunswijk om iets te zeggen. Of de heer Bouters en men springt direct. Ravenberg geeft verder aan dat politieke partijen denken dat de zetels in het binnenland makkelijk te behalen zijn. Terwijl het naar zijn zeggen de duurste zetels zijn. Dat er nu wordt geroepen naar het wijzigen van het kiesstelsel vindt Ravenberg overdreven. Volgens hem hebben bepaalde politieke partijen flink genoten van het huidige systeem, maar nu daar het in hun nadeel uitvalt, wordt er van de daken geschreeuwd. Ravenberg zegt dat de ABOP in 1991 ook door het huidige kiessysteem nog net geen zetel heeft kunnen behalen. De geel-zwarte partij heeft toen gewerkt aan interne zaken, waarna het gewenste resultaat is behaald tijdens de laatst gehouden verkiezingen. De BEP, de NDP en de ABOP hebben een infrastructuur in het binnenland. Die andere partijen die hier schreeuwen hebben nooit infrastructuur. De NPS had infrastructuur daar, die door de mensen kapot is gemaakt, omdat de NPS ons jarenlang heeft gebruikt en misbruikt voor politieke macht. En plotseling zit nu ook de NPS in dat rijtjes geschreven, kiesstelsel is niet goed, wat ik zeer hypocriet van ze vind. Laat me dat keihard zeggen. Want toen je ervan genoot, was het wel goed. En nu die mensen hadden, plotseling weet je dat toen de NPS aan de macht kwam door het huidige kiesstelsel, hoeveel partijen die zetel moesten behalen op landelijke evenredigheid, dat niet hadden. Want als het toen was, had de ABOP vanaf 91 in het parlement gezeten, wat 91 zouden we een zetel behalen. Maar omdat het hetzelfde kiesstelsel is, uno klagen, uroko. En die andere partijen die nu zitten te schreeuwen. Niemand heeft die mannen verboden om propaganda in het binnenland te gaan maken. Niemand. Iedereen mag daar gaan, maar die zetels van het binnenland, als je naar ze kijkt, dan ga je zeggen, ja, makkelijk te behalen. Maar in geld uitgedrukt zijn is de duurste zetel. Ja, om naar het lawaaigebied te gaan heb je bijna 8 vaten benzine nodig. En dan moet je daar een verkiezing in het binnenland zijn, face to face. Die persoon moet je, die mensen, je kan geen dingen maken via social media en al die dingen. Bijna in elk dorp moet je bijna elke week een vergadering beleggen.